Mijn naam is Louis van Willigen van de Nieuwe Willig Uitvaartbenodigdheden. Wij leveren alles voor de uitvaart. Mijn vraag aan de Kamer van Koophandel is: moet ik btw berekenen aan mijn klanten die vrijgesteld zijn van btw? Mijn liefde voor dit vak komt voort dat mijn opa vroeger kisten maakte. Mijn vader heeft overgenomen van mijn opa. Dit werk trok mij zo dat ik zeg, dat kan ik misschien nog wel beter. De liefde voor dit vak is bijvoorbeeld de ondernemer. Die komt hier bijvoorbeeld kijken van, joh, zet eens 3 kisten klaar. Met 3 verschillende bekledingen. Die familie wil even weten wat. En dat is het, om die familie zo goed mogelijk te helpen. Want het kan maar 1 keer. Wij doen niet de verzorging van de uitvaart. Wij doen wel de verzorging van de overledenen. Dus het opbaren. Wij zorgen voor het vervoer van huis naar rouwcentra enzovoort. Het mooie aan de uitvaartbranche is met hoeveel liefde en passie alles gedaan wordt. Het is een heel ontzettend dankbaar werk. Voor de ondernemer, maar ook voor ons. Ja, dat is prima. Ja. Uw vraag is van, wij zijn btw-plichtig. Onze afnemers niet. Moeten we dan toch btw in rekening brengen? Nou ja, je product of dienst bepaalt of dat je btw-plichtig bent. We hebben het 21% tarief, dat is het algemene tarief. We kennen ook 6%, bijvoorbeeld de levensmiddelen, de kappers die dat toepassen. We hebben 0% als je producten of diensten gaat exporteren. En we hebben een aantal activiteiten die zijn echt vrijgesteld van btw. Waaronder dus jullie afnemers, de begrafenisondernemers, kinderopvang, journalisten. En op het moment dat je vrijgesteld bent van btw, kan je de btw ook niet terugvorderen van de Belastingdienst. Dus ja, richting je opdrachtgevers, richting je afnemers, zul je gewoon btw in rekening moeten brengen, ook al kunnen zij dat niet terugvorderen van de Belastingdienst. Het is duidelijk, het is niet anders. Ik had nog een vraag. Is er iets veranderd met de btw-aangifte? In de BTW is het per 1 januari 2014 zo dat je geen aangiftebrief meer krijgt. Dus als ondernemer zul je zelf heel alert moeten zijn dat je op tijd je aangifte doet. Je kunt via de beveiligde omgeving op de site van de Belastingdienst kun je wel bij je gebruikersinstellingen aangeven dat je een e-mailherinnering wilt ontvangen. En je kan zelfs als starter ook aangeven, ik wil een SMS-alert. Dus dan word je op tijd gealarmeerd van doe je btw-aangifte, want dat is wel heel belangrijk. Dankjewel. Graag gedaan.